Zelfacceptatie is het belangrijkste bij heling. Het allerbelangrijkste is het accepteren van jezelf. Dat je voelt dat je al goed bent, dat je helemaal al goed bent zoals je bent. Met alle imperfecties die bij het mens zijn horen en die bij de hele natuur horen. Zonder imperfectie kunnen wij niet eens bestaan. En imperfectie geeft juist ook schoonheid. Bij bomen zien we dat. Hè? Want als een boom een knoest heeft of de stam helemaal zo gaat, vinden we het vaak een hele mooie boom. En bij onszelf, als we een of andere uitstulping hebben, of bobbel of knobbel of iets in ons, in onze gedrag of in onze geest, dan veroordelen we dat. Maar bij de acceptatie van jezelf hoort erbij om ook alle uitgebannen delen, alle delen van jezelf die je hebt uitgebannen, om ook die te accepteren en te omarmen. Dus ook de haat, ook je jaloezie, ook je hebzucht, ook je korte lontje, ook je lichaamsvormen waar je niet blij mee bent. Dat hoort allemaal bij zelfacceptatie. En acceptatie is eigenlijk ook weer een raar woord, want als je zegt ik accepteer mezelf, dan zit daar bijna al in besloten dat je jezelf ook niet zou kunnen accepteren. Iemand vroeg ooit aan mijn spirituele meester Osho van er is een deel van mij dat niet accepteert. En toen zei Osho, accepteer dat deel ook. Dus ook het deel dat geen zelfacceptatie heeft, accepteer dat deel ook. En van daaruit kan heling plaatsvinden. En wat belangrijk is, is dat ook al heb je een probleem, om dan toch in contact te staan met het goede in jou, het wezen in jou, dat in feite geen probleem heeft, die alleen maar waarneemt dat je een probleem ervaart. Dat is in feite ook de houding van meditatie. Dus jij bent goed in jezelf en tegelijkertijd worstel je bijvoorbeeld met een probleem met je overgewicht. Dat wil niet zeggen dat jij je overgewicht bent of dat jouw overgewicht bepaalt of jij goed of niet goed zou zijn. Je bent helemaal goed zoals je bent, met overgewicht en zonder overgewicht, beide. En van daaruit kun je je openen om daarnaar te kijken of om daarmee te zijn. Maar dat kan alleen als je niet als voorwaarde stelt: ik ben pas goed als ik geen overgewicht heb. En als je gaat werken met overgewicht vanuit een houding van het niet accepteren van jezelf, dan versterk je in dat werken met het overgewicht in feite nog verder je zelfhaat. Ik vond ook heel mooi de uitspraak van Boeddha. Ik zal het eerst in het Engels zeggen: Love yourself. And watch. Houd van jezelf
en sla gade, neem waar. Heel vaak wordt in de meditatie, als iemand meer en meer zich meditatie eigen wil maken, benadrukt van sla gade, ben de getuige aan wat er gebeurt. Dat is ook de houding van meditatie. Maar wat Boeddha zegt is wat daar voorkomt, wat er in de eerste plaats komt, wat de eerste voorwaarde is, dat is love yourself, hou van jezelf. Want als je niet van jezelf houdt, waar zou dan de bereidheid vandaan moeten komen om gade te slaan? Want je wil dan al niet gade slaan. Want wie wil nu iets of iemand gadeslaan waar je niet van houdt? Mij helpt het dan soms om een glimlach te hebben of me een glimlach voor te stellen van mijn mondhoeken naar de puntjes van mijn oren. Bij een glimlach wordt er al iets geopend in mij waardoor ik meer van mezelf hou, waarvoor ik me meer naar mezelf open, waardoor ik er al een soort natuurlijke acceptatie komt. Dat zet die glimlach al in werking, omdat ik in mijn leven al zo vaak heb gemerkt of de verbinding heb gelegd tussen een glimlach en iets wat oké was. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. En als je dat wilt, dan kun je die natuurlijk delen in de reacties onder dit filmpje.